Een ijsje bestellen, maar dan vanuit je luie stoel. Dat kan sinds kort in Stadskanaal, waar een lokale ijssalon is begonnen met het bezorgen van ijsjes. Een idee dat ze eerder al naar de grote stad brachten. Sommer, de mede-eigenaar, die heeft zelf ook een cafetaria in Groningen. En daar zijn we ook altijd bezig met het bezorgen. En ook nu met de corona merken we wel dat het bezorgen steeds meer aantrekt. En dat mensen ook gewoon liever laten bezorgen dan zelf komen ophalen. En toen dachten we van, aangezien het nog nergens anders is in Stadskanaal en eigenlijk ook ergens anders op de thuisbezorgd kijkt, dat we als een extra service naar onze klanten toe, dan willen we ook aanbieden om ijs thuis te laten bezorgen. En jullie zijn net begonnen, loopt het al een beetje? Nou, het moet nog even bekend worden denk ik ook bij de mensen, dat ze weten van, oh verhip, er is ook ijs te bezorgen. Dus ik hoop dat het snel aantrekt. En natuurlijk moet eerst de bezorging klaargemaakt worden, dus de dames moeten eerst het ijs klaarmaken, even keurig in het tasje doen. Maar vervolgens zijn we met de elektrische fiets vrij vlot bij u, denk ik, nou, 5 tot 10 minuten, dan moeten we denk ik wel bij u aanwezig zijn. Moet ook wel, want ja, kijk, iets warm houden is niet zo moeilijk, maar hoe houden jullie het ijs goed koud? We wikkelen sowieso alles in aluminiumfolie om het koud te houden. En we hebben ook, ja, klinkt heel stom, warmhouttassen. Maar warmhouttassen houden ook iets koud. En dan gaan ze in de bak mee met in de fiets.